zag even, terwijl jij aan het praten was, in beeld Helene straks over trio's. Waar slaat dat op? Trio's. Trio. Ja? Wat wil je weten over Weet ik ook niet, maar ik zie ook een vraag binnenkomen. Helene, heb je wel eens een trio gehad? Waarom staat dit erin? Waarom staat het ook in beeld? Nou, nee, ik heb nog nooit een trio gehad. En ik heb er ook niet per se behoefte aan. Ah, dat zal wel slaan op... Dat er één. Ook wel lekker dat er ook nog één op je rug ligt. Dus je kijkt er één in zijn gezicht. En er ligt ook nog één in je rug te touwen. Heerlijk lijkt me dat. Heb jij dat eens gedaan? Een trio? Dan kom ik hieruit, jongens. Nee, jij zat daar niet bij. Dat was bij half acht. Goede Liekes had het daarover. Wij kunnen trouwens geschiedenis schrijven. Het is nog nooit live op tv. Nou, laten we even die glazen wegzetten. Maar die mag er niet meedoen. Nee. Dat is de vraag. Wilfred kan niet meedoen, want zijn vrouw kijkt. Wilfred, geen commentaar. Maar waar slaat dit op? Waar komt dit vandaan? Deze Goede Liekes die zat bij mij in de uitzending bij half acht. En zij had het over de orgasmekloof. Oftewel meiden die dan niet zo snel klaarkomen... terwijl de mannen het dan huppakee hebben gedaan. Ja. Even lang verhaal kort. Zij nou, dus maak het maar lang. We zijn er nu toch. Nou, René, het zat zo. Nee, zij zei... En dan gaan die meisjes allemaal foute dingen doen, zoals een trio. En ik keek eraan. Ik denk, dat is dan niks fouts aan? Niks fouts aan een trio, nee, toch? Nee, daar is niks mis mee als je dat lekker vindt. Ja. Dan moet je dat vooral doen. Waarom vond zij het fout dan? Wat is daar, of heeft ze dat niet toegelicht? Nee, uiteindelijk ging het gesprek door, want iedereen voelde zich een beetje ongemakkelijk aan tafel. Maar wat ze eigenlijk bedoelt, haar punt was gewoon de orgasmekloof en daar moet iets aan gedaan worden. En dus is er een of andere seksdocumentaire in België die je moet kijken. Maar er is natuurlijk een heel groot verschil tussen trio's. Of je met twee mannen met één vrouw bent, of met twee vrouwen met één man. Ja. Dat is een wereld van verschil. Ja? Ik heb de voorkeur voor twee vrouwen. Ja. Ik heb de voorkeur voor twee vrouwen. Ja, dat wil ik vragen. Nou, nee, kijk. Ik ben nogal succesvol met verhalen uit het verleden. Ja, nou, gooi er eens in de tafel. Maar ik heb vroeger wel eens in mijn wilde vrijgezellentijd zo'n affaire gehad. Maar met een vrouw? Nee, met twee vrouwen. En ik zou het niet lekker vinden als er steeds zo'n grote stijve penis op je neus komt. Om de hoek, kom kijken. Ja. Weg jij. Ik heb eerder gezegd dat mijn vriend wel eens naar het programma kijkt als ik er dan in zit, maar die spreekt geen Nederlands. Maar af en toe wel wat woordjes. Maar alles wat hier nu besproken wordt, moet ik straks thuis weer uitleggen. Dus een beetje netjes houden. Ja. Maar gebeurt het in jullie kringen ook, trio's? Tuurlijk. Hey, ik moet er niet aan denken dat er dan een vrouw bij komt. Daar moet ik weer niet aan denken. Nee. Maar dan kom je altijd een gat tekort. Dit kan toch niet? Ja, het gebeurt, dus het kan. Ja, leg het maar eens uit dan. Ja, dit komt omdat wij nu om 10 uur zitten. Ja. Kinderen zijn allemaal de bed. Oh, dat kan het. Dan nu door het gaatje gaan. Ja, ik moest opeens aan een anekdote van jou denken, maar die ga ik me niet aanhouden. Jawel, vertel eens. Nee, dat ga ik niet doen. Nee. Dan ben ik morgen weer al mijn hobby's kwijt. Maar dat was met Kees Janssen. Ik zie nu een ziekenwagen door het zoek krijgen. Jans, maar hartelijk fijn.